Hey, goedemorgen Dennis. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido Ambacht. Hoe gaat het met je? Ja, ook goed hoor, ook goed. Ik ben op jouw LinkedIn profiel terechtgekomen, Dennis. En ik zie jij helpt een hoop mensen en wat je doet is waanzinnig. Ik ben echt onder de indruk. Ja, dus mijn complimenten daarvoor. Mag ik uitleggen waarvoor ik je bel? Ja, Dennis, mijn bedrijf, Winstgarantie, is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers. En mijn vraag aan jou is, als ik jou een manier kan laten zien hoe jij nieuwe klanten aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? En nou ja, om te beginnen wil ik eerst een belafspraak met je maken. Want ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk cliënten, klanten en kopers kunt krijgen als je maar aan kan. En dit is vertrouwelijke informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoop, omzet en winst te creëren met minder kosten, Dennis. Dus mijn vraag aan jou is, wanneer kan ik jouw volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten? Want dan laat ik je achter de schermen het een en ander zien. En vanuit daar gaan we kijken hoe we win-win kunnen creëren. Want jij en ik kunnen duizenden mensen samen helpen. Nee. Ja, zeker. Absoluut, want ik ben zelf ook ontzettend actief op LinkedIn, eigenlijk op alle sociale platformen. Maar ja, laten we wel wezen, LinkedIn is de allergrootste businessplatform van de wereld. Dus daar heeft het zeker mee te maken. We kunnen twee dingen doen, Dennis. Ik kan je aanvullende informatie sturen. Dan kun je eens van de week rustig kijken, je vragen opschrijven en dan kunnen we eens een belafspraak inplannen. Of we maken nu gelijk direct een afspraak, want dan kan ik je het een en ander laten zien. Kijk, ik kan je hele mooie dingen vertellen, maar zien is geloven, hè? Natuurlijk. Nee, natuurlijk. Ja. Nou, sterker nog, wij zijn met elkaar geconnect op LinkedIn. Dus ik ga je via een e-mail stuur ik je het een en ander. Dus dat heb jij. Ik heb een beetje drukke agenda voor vandaag, Dennis. Maar dat ga ik voor 8 uur vanavond. Heb jij dat in je. Oké. Nou, hartstikke goed Dennis. Ik wil je bij deze alvast bedanken voor je vertrouwen en je tijd. En wij spreken elkaar binnenkort. En vanuit daar gaan we de vervolgstappen doornemen. Goed. Je bent een geweldenaar hoor. Dus, hey, fijne dag hè. Ja, graag gedaan man. Groetjes. Hoi hoi. Hey, goedemorgen Esther. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido Ambacht. Geef mij alsjeblieft een belletje als je een minuutje de tijd hebt op het nummer 0654-360-104. Ik herhaal 0654-360-104. Spreek je later.
Goedemorgen Mariska, je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrikidoambacht. Je kunt mij het beste bereiken op mijn mobiele nummer en dat is 0654-360104. Ik herhaal 0654-360104. Spreek je later, hoi hoi. Met Robert Kovacs. Oh, mijn excuses daarvoor Mariska. Je spreekt met Robert Kovacs inderdaad uit Hendrikidoambacht. En ik kwam jouw profiel tegen via Dennis van der Weert. En zodoende ben ik ook op je website terechtgekomen. En mag ik uitleggen waarom ik met je in contact wilde komen? Ja, Mariska, mijn bedrijf Winstgarantie is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers. En mijn vraag aan jou is, als ik jou een manier kan laten zien hoe jij nieuwe klanten aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Kijk, dat is altijd positief. Maar om te beginnen wil ik eerst uiteraard een belafspraak met je maken. Want ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk cliënten, klanten en kopers kunt krijgen als je maar aan kan. En Mariska, dit is vertrouwelijke informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoop, omzet en winst te creëren met minder kosten. En eigenlijk is mijn vraag naar jou toe, wanneer kan ik jouw volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten om je het een en ander te laten zien? Ja, absoluut. Hallo? Ja, nee. Oh, ja, ja. Dus, maar jij zit nu sowieso al in de auto, Mariska, toch? Heb je toegang tot je agenda of wordt het nu een beetje lastig? Want dan geef je... ik snap het. Ja hoor. Goed zo, dat is goed nieuws. Ja. Hoe zit je... Even kijken, vandaag is woensdag. Donderdag of eventueel vrijdag of na het weekend. Wat komt jou het beste uit? Perfect. Tijd? Vrijdagmiddag 1 uur. Geweldig. Ja? Nee. Vrijdag ga ik jou eens achter de schermen het een en ander laten zien. Wat ik eerst ga doen is jouw aanvullende informatie naar je toe mailen. Inmailen via LinkedIn. Zodat je daar rustig in kan verdiepen. En uiteraard dat het een beetje visueel voor je wordt. Hoe wij hier met z'n tweeën eigenlijk duizenden andere mensen kunnen helpen. Met jou en mijn diensten. Vanuit daar gaan we verder kijken. Hey, naar welk level en hoe de samenwerking, hoe we dat in kunnen vullen. Heb ik zo je vraag beantwoord? Goed zo. Ik bel jou, Mariska. Ik ben gek op bellen. Dus ik bel jou vrijdagmiddag 1 uur. Voor vanavond 8 uur krijg jij van mij aanvullende informatie. En uiteraard onze afspraakbevestiging. Als je er nog even aan toekomt, zet in je agenda meer verkoop, meer omzet, meer winst, minder kosten.
Want dan weet je, heb je herinnering waarover het gaat. Maar sowieso spreken wij elkaar vrijdagmiddag en we go from there. Hey, fijne dag. Bedankt voor je vertrouwen en je kostbare tijd. Let op de weg en we spreken elkaar. Yo, fijne dag. Hoi, hoi. Hoi. Hey, goedemorgen Lenny. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido Ambacht, Nederland. Geef mij even een belletje als je een minuutje de tijd hebt op het nummer 0031-654-360-104. Ik herhaal 0031-654-360-104. Spreek je later. Hoi, hoi. Hey, goedemiddag Monique. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido Ambacht. Alles goed? Ja, ook goed hoor Monique. Ja, ik wilde graag met je in contact komen, want ik zag op jouw LinkedIn profiel, ik help ondernemers en professionals het beste uit zichzelf te halen. En wij zijn al een poosje met elkaar geconnect. En mag ik uitleggen waarvoor ik je bel? Monique, mijn bedrijf Winstgarantie is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten. En het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers. En mijn vraag aan jou is, als ik jou een manier kan laten zien hoe jij nieuwe klanten aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers. Zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Ja, natuurlijk. Dat is altijd goed. Dus om te beginnen, Monique, want tijd is erg kostbaar. Ik weet, je bent druk. Dat zijn we allemaal. Maar om te beginnen wil ik eerst een belafspraak met je maken. Want ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk cliënten, klanten en kopers kunt krijgen als je maar aan kan. En van ondernemer naar ondernemer, dit is vertrouwelijke informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoop, omzet en winst te creëren met minder kosten. En mijn volgende vraag, Monique, is wanneer kan ik jouw volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten? Nee. Maar jij bent nu... Nee. We gaan het niet moeilijker maken dan dat het is. Want ik wil je niet in gevaar brengen, Monique. Kijk. Ja. Ja, ik. Ja, weet je wat we doen? Ik ga je zo dadelijk een e-mail sturen met aanvullende informatie. Ja. Wij hebben sowieso elkaars nummer en zijn met elkaar geconnect. Kijk eventjes vandaag of morgen in je agenda wanneer je een gaatje hebt. En dan kunnen we die 15 minuten eventjes inplannen. Of langer als het nodig is, geen enkel probleem. Zullen we zo afspreken, Monique? Hey, bij deze wil ik je alvast bedanken voor je vertrouwen en je tijd. Rij alsjeblieft voorzichtig. En dan zie jij mijn e-mail voor 8 uur vanavond en wij spreken elkaar heel snel. Hey, fijne dag hè. Groetjes. Hoi, hoi. Hoi.
Hey, goedemorgen Sylvia. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido Ambacht. Vanmorgen had ik jouw oproep gemist, want ik was druk. Geef mij gerust even een belletje op het nummer 0654-360-104. Ik herhaal 0654-360-104. Spreek je later. Goedemiddag Robert Jan, je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido Ambacht. Geef mij even een belletje als je een minuutje de tijd hebt op het nummer 0654-360-104. Ik herhaal 0654-360-104. Spreek je later. Hoi, hoi. Hoi, met Alexandra. Hey, goedemorgen Alexandra. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido Ambacht. Je bent ongetwijfeld druk en dat is geen enkel probleem. Geef mij even een belletje als je een minuutje de tijd hebt op het nummer 0654-360-104. Ik herhaal 0654-360-104. Spreek je later. Hoi, hoi. Hey, goedemiddag Laura, je spreekt met Robert Kovacs van LinkedIn. Ik zou jou nog eventjes terugbellen. Je bent ongetwijfeld druk. Geef mij een belletje als je een minuutje de tijd hebt op het nummer 0654-360-104. Ik herhaal 0654-360-104. Spreek je later. Hoi, hoi. Met Robert Kovacs. Hey Alexandra. Ja, natuurlijk. Ja, zeker Alexandra. Heb je een goed weekend gehad? Ja. Ja, ook goed hoor. Ook goed. Voor de eerste keer, dat is misschien een beetje een raar verhaal, maar voor het eerst mijn schoonzoon leren kennen. En ja. Dus dat is wel een beetje wennen. Mijn dochter die is 15 en die heeft een vriendje van 16. En daar moest ik wel eventjes aan wennen, maar het gaat allemaal goed. En ja. Ik zou het anders niet weten. In ieder geval vriendje van mijn dochter. Hè? Ja, het was voor het eerst nu. En hij bleef gelijk logeren bij ons heel het weekend. En ja, voor het eerst. Maar zij zagen elkaar ook voor het eerst, hè, Alexandra. Dus zij hadden eigenlijk al wat met elkaar. Je moet het zo zien, mijn dochter zit in Rotterdam op school en die jongen die zit in Amsterdam op school. Maar het is hetzelfde school. Dus ze hebben elkaar een keer leren kennen met een uitje of iets in die richting. Ja, en telefonisch hebben ze gewoon heel lang contact met elkaar gehad. En nu kwam die eigenlijk voor het eerste keer naar ons toe.
En ja, uit Amsterdam. En hoe heet dat? Heb toch vakantie de komende week daar. En vrijdag kwam die en zondag ging die weg. Dus dat was voor iedereen een beetje nieuw en wennen. Ja, dat is een goede vraag. Ik ben heel erg easygoing, heel erg flexibel. Ik maak nooit ergens een probleem van. Maar ik moest hier wel een beetje aan wennen. Met dat idee. Weet je wel, het idee, oké. Want ja, voor een vader, je hebt je dochter, zeg maar. En ja, daar ben je zuinig op. En ja, die neem je altijd in bescherming. En nou is er een jongen van 16 die, die gaat dat ook doen, zeg maar. Maar dan op een andere manier, hè? Dus ja, ik moet er nog steeds een beetje van bij komen, Alexandra. Maar wel leuk. Maar Alexandra, via ben ik op jouw LinkedIn-profiel terechtgekomen. Verbinding is een beetje slecht, want ik hoor jou haperen. Het is nu beter. Ja, heel veel beter. Veel beter dan zojuist. Ja, ik ben jou. Ik kwam jouw profiel tegen en dan ga ik altijd een beetje research doen. En ik zie wat jij doet. En sinds kort ben je ook weer met een nieuw project begonnen voor vanaf februari, zeg maar. En vandaar dat ik contact met je zocht. Want mag ik uitleggen waarvoor dat eigenlijk is? Ja, je hapert weer een beetje. Beter. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Alexandra, mijn bedrijf, Winstgarantie, is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers. En mijn vraag aan jou is, als ik jou een manier kan laten zien hoe jij nieuwe klanten aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Ja. Verbinding hapert. Hallo, hoor je mij nog? Ja, nu is het perfect. Blijf staan. Wel, ik heb helemaal niks eigenlijk gehoord. Beide. Maar het hapert weer. Het is echt heel erg. Ik heb het uiteindelijk wel gehoord. Kun jij mij wel goed horen? Ja, heel gek joh. Bij jou hoor ik elke vijfde woord als ware. Ik denk, ja, dan weer goed, dan weer heel slecht. Hoor je mij? Ja. Ja, maar kijk Alexandra, eigenlijk beide. Maar om te beginnen wil ik eerst een belafspraak met je maken. Want ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk cliënten, klanten en kopers kunt krijgen als je maar aan kan. En van ondernemer naar ondernemer. Dit is vertrouwelijke informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoop, omzet en winst te creëren met minder kosten. Dus mijn vraag is, wanneer zou jij eventueel 15 minuten de tijd hebben dat wij het een en ander doornemen? Mhm. Mhm. Ja. Oké, super.
Ah, ja, nou zijn we op de same page. Nou begrijp ik het. Ja. Dus je zou eventueel wel openstaan om te kijken van... Hey, hoe kun je extra cashflow creëren via ons door met ons samen te werken? Juist. 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 Ja. Ja, dat gebeurt ook, hè? Natuurlijk. Ja. Maar dat is absoluut mogelijk. Even terug te komen. Kijk, jij hebt een heel mooi profiel. Ja? Jij hebt een ja, gewoon professioneel profiel wat daar staat. Je bent een charmante dame. Alles klopt gewoon. Alles, weet je, alles is goed geordend. Je ziet gelijk, dit is geen fake iemand. Vandaar dat er meerdere mensen waarschijnlijk met jou in contact wilden komen. En als je op je profiel bent, dan zie je bepaalde zaken. Ja, evenementsplanning, leiderschap en dat soort zaken. En wat je daar schrijft. Ja, dat spreekt natuurlijk een hoop mensen aan. Dus dat is de reden dat je waarschijnlijk links en rechts af en toe eens gestolkt wordt. En dat is ook goed dat je je telefoon daar niet op hebt. Nou, op je profiel, zeg maar. Je loopt misschien ook vaak interessante dingen mis, maar goed. Je kan niet alles tegelijk hebben, zeg maar. Ja, oh, ja hoor. Ik ben er één van, hoor. Ja. Ja. Wat... Ja, zeker. Wat ik wil voorstellen, Alexandra, dan houden we het gewoon short en simpel. Ik wil je vrij aanvullende en vrijblijvende informatie wil ik je mailen. Wie wij zijn, wat wij doen, hoe wij ondernemers samenwerken met diverse ondernemers om hun omzet en verkoopresultaten te verhogen. Dat is een hele interessante handel. Dit is ook vertrouwde informatie wat ik met je gaat delen. Dus dat blijft echt tussen jou en mij. En vanuit dan kun je dat eens rustig doornemen van de week, van het weekend. En dan kunnen we binnenkort even contact hebben. Dan zal ik je eens laten zien van... Hey, wat zijn de mogelijkheden met samenwerking? Wat voor beloningsstructuur hebben wij? En hoe dat zeg maar exact in elkaar zit. Zeker. Ja. Want jij gaat met jouw business shower event, daar ben jij nu al mee begonnen? Aha. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, dat is voor ons ook. Kijk, elke ondernemer heeft andere kwaliteiten, andere probleemoplossingen, andere voordelen met zijn producten en diensten. Dus ik snap het heel goed inderdaad, dat alles maatwerk is. Maar dat doe je goed. Ja. Nee. Juist. Dat doe je goed hoor. Dat doe je hartstikke goed. Ja, zeker. Dat is ook mooi. Hey, geweldig. Was leuk in ieder geval om jou wat beter te leren kennen, Alexandra.
Ik geef me een beetje de tijd. Ik zit een beetje druk in mijn schema vandaag. Maar in ieder geval voor vanavond krijg jij informatie in mail van mij met aanvullende informatie. Dan houden wij gewoon contact. Schrijf je vraag op. En dan kunnen we ergens deze week of anders volgende week duiken we achter de schermen in. Dan ga ik wat meer informatie met jou delen. Dat is echt alleen maar tussen jou en mij. Hoe wij dat doen. Waarom wij dat doen. Waarom wij succesvol zijn met deze systemen, methoden, strategieën, hoe je ze ook noemen wil. En vanuit daar gaan we kijken, hey, hoe kunnen we handen in één slaan? Past dit überhaupt bij jou? Inderdaad, dat is ook nog natuurlijk. Ja. Juist, ja. Nee, dat is niet mijn bedoeling. Hey, ik wil jou absoluut niet verliezen, hè, Alexandra. Door het ene zinnetje, hè. Nou, kijk, laat ik je één ding vertellen. Hè. Kijk, vertrouwen is heel erg belangrijk, zeker in zaken doen. Ja? En sommige dingen deel je met de hele wereld. Dat doe je op de sociale media met je posts, dat interesseert je niet veel. Sommige dingen deel je misschien wat meer achter de schermen. Maar sommige dingen deel je echt met mensen waar je zegt van, hey, als wij een samenwerking aangaan, dan laat ik jou dingen zien die ik een andere bijvoorbeeld niet laat zien. Want ja, hoe onze beloningsstructuur in elkaar zit, hoe je bepaalde zaken voor elkaar gaat krijgen. Ja, dat is een beetje een recept van de kok, als ware. Sterrenkok. Dus, en dat staat ook, dat zou je ook lezen, dat je dat natuurlijk niet met anderen zomaar kan delen. Dus daarom zeg ik vertrouwelijke informatie. Kijk, normaal gesproken, alles, het meeste wat wij doen als bedrijf, als team, ja, dat kan je ook heel veel online vinden. En dat is helemaal geen geheim of wat dan ook. Maar ja, sommige dingen zijn alleen maar voor jou en mijn ogen als ware. Dus ik... Goed zo, Alexandra. Ik ga dat in orde maken. En het was echt leuk om met je te praten. Je bent echt een open-minded en positief persoon. Dat spreekt er mij enorm aan. En ik hoop snel van je te horen en dat wij snel to the point, zeg maar, kunnen komen. Is goed. Hey, bedankt voor je belletje en een fijne dag, hè. Yo, groetjes. Hoi, doei. Hey, goedemiddag Nico. Je spreekt met Robert Kovacs van LinkedIn. Geef mij even een belletje als je een minuutje de tijd hebt op het nummer 0654-360104. Ik herhaal 0654-360104. Spreek je later. Hoi. Goedemiddag Edwin, je spreekt met Robert Kovacs van LinkedIn. Alles goed, hoe gaat het met mijn grote Belgische vriend? Hartstikke goed Edwin, wij hebben recent met elkaar gesproken over een aantal zaken. Wij zijn met elkaar geconnect op LinkedIn, hè.
Kijk, dat is goed. Dus ik heb een positieve indruk achtergelaten. Best welke. Nee. Wij bouwen, zeg maar, referentiemarketing op voor ondernemers en bedrijven. Ja. Nee. Nee, maar dat is ook geen sorry, maar wij hebben met elkaar gesproken. Toen vroeg ik aan jou van, joh Edwin, stel, want ik ben dagelijks aan het netwerken met diverse bedrijven, ondernemers, grote jongens, kleine jongens. Je moet het zo zien, van kruideniers tot multimiljonairs. En ik zei tegen jou van, joh, maar stel dat ik jou wat handel of wat opdrachten zou doorverwijzen. Zou je daarvoor openstaan? Ja. Ja. Kijk, en nu is mijn vraag. Nu stel ik zelf die vraag aan jou en jij zegt, is goed Robert, daar sta ik voor open. Maar nu ga ik een stap verder. Stel dat ik dat kan doen met 10, 20, 100 of 1000 mensen. Sta je daar nog steeds voor open? Daar gaat hem niet worden. Hè? Nee, maar daarom zei ik ook. Kijk, wat wij doen is wat je aan kan. Dus op het moment dat wij een systeem uitrollen, Edwin, dan heb je natuurlijk ondernemers en prospects die tevreden zijn over hetgeen wat jij doet en die verwijzen hun mensen uit hun netwerk die behoefte, wensen of verlangen hebben in hetgeen wat je doet. Ja. Maar dat. Nee. Kijk. Absoluut. Absoluut is dat belangrijk. Ja, nu wilde ik daar iets over vragen aan jou, want even kijken, op de Quickwin Consultants is dat 10%, op de andere diensten wil ik 20% gunnen, nou dat is hartstikke mooi. Edwin, nu is mijn vraag, hoe moet ik dat zien? Wat is het minimale bedrag dat iemand bij jou kan investeren? Kijk, we hebben twee typen klanten, hè, altijd in de markt. We hebben klanten met een minimaal budget. En we hebben klanten waar de bomen tot aan de hemel groeien. Ja, geld speelt geen rol, zeg maar. Van welk bedrag? Aha. Dat zeg je goed. Dat zeg je goed. Ja. Ja, tuurlijk. Nee, klopt. Je moet de sterkste diensten.
Nee, klopt. Die hebben nu geen geld en die zullen het nooit hebben ook. Die kans is groot, ja. Die mensen ken ik ook inderdaad. Nee. Ja. 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 Nee, nee. Want ik heb best wel veel ik heb best wel groot netwerk ook in België. En voor jullie website www.berita.be. Hoe geld te verdienen of hoe geld verdienen met usability, meer klanten, meer omzet, meer winst. Dat zeg ik ook. Dat klinkt als muziek in mijn oren, Edwin. Echt waar, als muziek in mijn oren. Dit zeg ik ook. Nee, maar even to the point, want dan weten we beide een beetje waar we aan toe zijn, want ik heb een voorstel namelijk voor je. Dus vanaf welk bedrag wil jij zaken doen? Als jij tegen mij zegt, Robert, hey, als jij mensen met zo'n portemonnee naartoe brengt, ik los dit soort problemen voor hun op en in ruil daarvoor wil ik zoveel geld hebben. Wat is een interessante prospect voor jou? €750. €750. Ja? Nee. Juist. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Ja. Dat ga ik even opschrijven. Niet goed geld teruggarantie heb je. Dat is heel krachtig. Daar hou ik van. Ik hou van ondernemers en bedrijven die zeggen, hey, van mij krijg je garantie. Daar sta ik zelf ook voor. Ik zeg, ik geef winstgarantie. Als ik geen winst voor jou maak, dan ga jij mij niet betalen. Snap je? Dat is krachtig. Uiteraard. Ja. Ja, klopt. Klopt op. Op het net zijn we allemaal de beste, hè? Nee, 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 dat zeg je goed. Ja.
Absoluut, absoluut. Ja. Ja, tuurlijk, maar dat zeg ik ook. Je bent er zelf bij. Jij moet voor je klanten zorgen. Tuurlijk. Ik ga altijd van de goedheid van de mensen, zeg ik altijd. Ik geloof altijd in mensen. En ja, en als er een en een rotzak tussen zit, ja. Zien we het allemaal weer. Hé, maar Edwin, even, want tijd is kostbaar en ik wil zoveel mogelijk informatie van jou hebben. Voor die 750 euro, dat is eenmalig, is dat per jaar, is dat per maand, per week, per dag? Eenmalig, ja. Oké, en welke problemen zijn de meest voorkomende problemen die jij voor ondernemers oplost? Nee. Ja. Ja. Nee, klopt. Ja, dat. Ja. Ja, duidelijk. Nee. Nee, klopt. Klopt. Ja. 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 Geweldenaar. Ja. 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 Nee, klopt. Nee, dat klopt. Ben je het ook kwijt, ja. Nou, dat is mooi om te weten. Dus je lost problemen op als het ware in de usability, in vindbaarheid. Oh, maar dat zag ik wel iets met Google. Maar dat is dus. Ja, precies. Nee, dat is niet. Ja. 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 Nee. Ja. Nee, klopt. Ja. Ja.
Ja. Nee, nee. Ja. Duidelijk. Nee, 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 duidelijk, duidelijk. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo, klopt. Ja. Nee, 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 dat zeg je goed. Nee. Absoluut, absoluut. Hey, Edwin, ik had een andere vraag. Ik had een andere vraag voor je. Welk probleem zou ik nu direct voor je op kunnen lossen? Aha. Mooie man ben je ook, hè? Nee, maar dat is goed. Ik vraag het alleen, hè? Uiteraard. Je... Ja. Nee, hoort er allemaal bij. Hey, mijn volgende vraag. Hoeveel van die 750ers kan je nu aan per maand? Ja. Is het één per dag, één per week, één per maand? Hoe moet ik dat zien? Vlooie teken, we hebben altijd alles in één. Ja. Oh, dus hadden ze... 80, 90. Ja. Ja. Ik denk 10, 20, 10, 15 per week, denk ik. Ja, is goed. Dankjewel. Joe, jij weet het straks zelfs al. Ja, hè? Maar je kan wel 2 mensen per week of per dag helpen, toch? 2 ondernemers. 2 per dag. 2 per dag, dus dat zijn er 10 in de week, 40 in de maand. Beetje realistisch houden, hè? 40 tot 60 per maand. Oké. Okay. Ik weet een beetje hoe jij ervoor staat, Edwin. En ja, ik heb voldoende informatie van. Oh, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee. Ik dacht 8 miljoen. Oh, zo. Oh, ja. Nee, nee, duidelijk. Ja. Ja, nee. Ja, klopt. Nederlanders zijn commerciëler ingesteld. Dat klopt.
Ja, dan gaan ze als... dan gaan ze allemaal, hè? Zo zijn wij in Nederland. Ja, zo zijn wij. Als wij geld ruiken, dan gaan we allemaal hoppeta. Dan gaan we ervoor. Ja. Ja. Duidelijk. Ja. Ja. Hey. Duidelijk. Duidelijk. Edwin, ik moet er vandoor, want ik heb volgende afspraak. Was leuk om eventjes met jou te brainstormen. Ik heb genoeg informatie voor nu en wij houden contact. Ja, geen enkel probleem. Gaan we doen. Ja? Yo, fijne dag hè, Edwin. Groetjes. Hoi, hoi, hoi. Hey, goedemorgen Willy. Je spreekt met Robert Kovacs van LinkedIn. Ik heb begrepen van mijn collega Damir Ibrahimovic dat jullie gisteren met elkaar contact hebben gehad. En ik zou jou wat meer informatie sturen over hetgeen wie wij zijn en wat wij doen en hoe wij samen kunnen werken. Dus mijn vraag is eigenlijk, zou je mij willen accepteren op LinkedIn, zodat ik jou wat meer informatie kan toe inmailen gedurende de dag. En dan hebben wij binnenkort wel even contact met elkaar. Of als je vragen hebt of wat dan ook, kun je me ook altijd bellen op mijn mobiele nummer. Dat is 0654-360-104. Ik herhaal 0654-360-104. Spreek je snel, Willy. Hoi, hoi.